hier, de Maas begint hier al. En ik heb net een bever gezien voor het eerst van mijn leven. Dus ik ben helemaal zo. Ik kwam daar bij die boom en daarna daar. Ja, het was ongelooflijk. Ik ga daar nog even kijken. Ik ben daar naar beneden gelopen. Je ziet ook het water nog steeds verder omhoog komen. Maar okay. Echt bang ben ik niet meer hoor. Je kunt dit ramptoerisme noemen natuurlijk. Maar dan denk ik van. Ja, ik woon in Boxmeer. Alles is natuurlijk in beweging en op de vlucht. Er zaten net een haas ook. Die zwom helemaal van hier, van die bosjes, helemaal die kant op. En die zwom zo met zijn kop boven. Ik wist ook helemaal niet dat die beesten konden zwemmen. En op een gegeven moment was het iets minder, was het een beetje drassig. Toen begon hij te hip, het was geen gezicht. Maar hij heeft het wel gehaald. Je woont zelf hier in de buurt? Ja, we wonen hier in Boxmeer. Oh, oké. Okay. Ja. Dus we hebben het nodig al wel gezien in de loop der jaren. Maar dit was toch na 95, denk ik. Niet meer voorgekomen? Nee, daar had ik het er net over. Maar ik kan me niet herinneren nee, dat het er echt uit is gekomen. Maar hij staat wel hoog en hij wipt wel eens een keer over de rand, zeg maar. Maar dat hij tot zo hoog hier tegen de dijk kan staan. Goed, hè? Oh, ja. Je komt er wel vrij snel achter natuurlijk. Dat als je hier op de dijk omhoog komt, dan kun je toch niet echt verder. Het enige wat je eigenlijk doet, gewoon dijk op en neer lopen. Ja. Ja. Dat doen dus ook veel mensen. Goedendag, ik ben Sjaak Davenveld, dijkbeheerder bij Waterschap Aa-Maas. Wij zijn nu volop bezig met het hoogwater van de Maas. Hier bij Boxmeer staan we nu op de dijk. Wat we doen is, we doen dagelijks inspectie van de dijk zelf, vanaf Groeningen tot Waalwijk, 110 kilometer Maasdijk. Normaal gesproken, onder normale omstandigheden, inspecteren we die één keer per week volledig. Nu doen we het elke dag. En vanaf vanmiddag 3 uur gaan we zelfs dijkwacht lopen. Dat wil zeggen dat we met 150 burgers en collega's een planning maken om een 24 uur inspectie op de dijk te doen, lopend. Daarmee kunnen we in ieder geval de dijk goed in de gaten houden. We kijken naar eventuele schades. We kijken of dat er wildgraverij, met name de bever, als hij de uiterwaarde uitkomt, nog in de dijk gaat zitten. Maar we kijken ook aan de binnenkant van de dijk of dat er geen kwelwater onder de dijk doorkomt, waardoor je weer nieuwe natte plekken gaat krijgen. En een risico daarbij is als het kwelwater ook nog zand gaat bevatten. Want dat wil zeggen dat het zand onder de dijk weg kan spoelen, waardoor de dijk nog een keer in kan zakken. Gezien de huidige situatie, het is uiteraard heel bijzonder dat we het in de zomer hebben. Het is gelukkig op een korte piek. Dat betekent dat de dijk niet erg vol verzadigd zal raken met water. Dus ja, er komt water tegen de dijk aan, maar het risico lijkt in ieder geval heel beperkt. En wij houden nu dagelijks de hele situatie in de gaten. Misschien nog wel goed om op te merken, we staan in Boxmeer, Groeningen. Daar zijn niet dijken, er zijn geen dijken, daar zie je de hoge gronden. Daar ben ik net ook geweest, je ziet dat het water op de hoge gronden deze kant op komt. Maar er wordt wel een onderzoek gedaan of dat in de toekomst die hoge gronden hoog genoeg zijn. Of dat er misschien ook nog wel eens een dijkje bij zou moeten kunnen komen. Die studie die wordt nu gedaan.
Ik weet heel vroeger, toen was alles hier bevroren. Het water, het was nooit bevroren. Het was ook warm water. Er zat ook oranje vissen in. Ik denk, dat klopt niet. Ik denk, de vissen die zijn. Kan nu wel weg, hè? Dus dat is de andere kant van het verhaal. Ja, ja, ja. Het is een prachtig gezicht. Ondanks alle ellende heeft het natuur ook mooie elementen bij zich. Nee, ik kom er niet vandaan. Tenminste, ik woon hier al 20 jaar, maar ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan. Uit? Blariken. Blariken, oké. Okay. Dus wij hebben dus de oude Zuiderzee in de buurt. Oké. Okay. Die kan ook overstromen. Maar die woont in de buurt? Wij wonen in Boksmeer. Oké. Okay. Ja, ja. Wij wonen in Boksmeer. En wat vindt u van het hoge water? Een beetje angstig of niet? Angstig, ja, vind ik wel. Heel angstig. Ja. Dus, als je dan die beelden ziet, dan denk ik van hoe sterk is het water? Heel sterk. En het is echt de natuur, die doet wat hij wil. Ja, niks te vertellen. Gaat niemand uit de weg. We hebben vanaf 2 dagen terug toch wel te horen gekregen dat het behoorlijk veel water hier naartoe zou komen. En daar hebben we eigenlijk toch wel een beetje met spanning tegemoet gezien. Omdat in 1993 en 1995 toen hadden wij net dit bedrijf gekocht. En toen kregen we ook te maken 2 keer met hoogwater. Er is nu wel heel veel gedaan aan voorzieningen. In het gebied wat in mijn optiek toch wel goed is dat er gebeurd is, waardoor het misschien toch minder heftig wordt als dat we allemaal denken. Maar het is toch, het gaat wel veel sneller als in 93 en 95. Want toen kwam het veel langzamer, toen kon je beter overzien hoe snel dat het dat kwam. Maar nu is het, vind ik, onvoorspelbaarder als toen, omdat het vanmorgen ook kwam ik om 6 uur hier bij de beek. En toen zag je nog dat de weide iets onderliep. Maar binnen 1,5-2 uur was er zo 50 centimeter bij. Dus dan is het toch wel behoorlijk heftig wat er gaat gebeuren. We hielden het nieuws ook in de gaten van wat komt er. En dat valt me eigenlijk. Toch wel weer, valt achteraf toch wel weer wel mee dat het toch niet zo heftig wordt als dat we dachten.
Dus ik kan het hier voor mijn bedrijf, zoals ik op dit moment kan zien, goed handelen. Dat het alles kan blijven zitten. Dat het bedrijf door kan gaan zonder dat we voorzieningen moeten treffen. Ik heb in al die jaren heb ik rondom mijn stallen ook verhogingen aangedacht die ervoor zorgen dat mijn stallen ook van water gevrijwaard blijven. Ik denk wel dat het toch wel altijd dadelijk minimaal 2 meter hoger is als het pijl van de beek. Ja. Dat scheelt, en zeker als ik het nu nog zie gebeuren, dan en waar we nog eigenlijk 40, 50 centimeter nog erbij komt, dan zit je wel op 2,5 meter denk ik. Kijk, we zitten eigenlijk toch wel aan. Zou ik weg moeten, dan zou het hier ook makkelijker zijn omdat we hier omhoog gaan. Dus, wat betreft, ik zit niet op een terp, dus dat is wel een groot voordeel. Daarom denk ik er misschien wel iets makkelijker over als dat je ergens op een eiland zou komen te zitten. Dus in die zin maak ik mijn eigen wel zorgen, maar niet extreem. Normaal wat we hier nu zien, dat is normaal weiland en wat akkerbouw. Maar eigenlijk is dit gewoon aan de Maas hangen natuurlijk. Een mooi UNESCO gebied wat toch wel uniek is voor onze inwoners. En een plek waar ook heel fijn is om te wonen. Dus wat dat betreft, natuur dichtbij, toch je werk dichtbij, Boksmeer dichtbij. Dus het is wel een heel mooi gebied voor, eigenlijk voor de inwoners van Zandbeek en Boksmeer. Op dit moment is het wat betreft het tussen aanhalingstekens ramptoeristen. Maar als ik mijn eigen aanga, wat ik zou doen. Als er ergens hoog water was, dan zou ik dat misschien ook wel gaan doen. Dus ik begrijp de mensen. Want ja, zo zitten mensen in elkaar. Het is toch een beetje toch iets wat niet normaal is en iets unieks is om daarna te gaan kijken. Af en toe dan erg ik me wel een beetje aan hoe daarmee omgegaan wordt en hoe iedereen maar overal heen rijdt, terwijl diegene die hulp moeten verlenen of iets moeten. Dat was een dag voordat het zo hoog was ook. En dan maar kunnen degene die in het Maashaggengebied hun gewassen wouden redden in zoverre als dat kon, die hadden gewoon eigenlijk last van het ramptoerisme tussen aanhalingstekens. En dat vind ik dan wel weer Ik begrijp het wel, maar het kan soms wel lastig zijn. Ik verwacht dat dit een heel druk weekend wordt. Mensen willen toch even eruit. We hebben de coronatijd nog, dus iedereen wil toch naar buiten. Het is al 1,5 jaar niet veel gekund. En dit trekt natuurlijk ook. Dit is toch iets waar je maar zelden, gelukkig maar zelden meemaakt.